SVVV, de cool, de club, de kleuren. Welkom bij een nieuwe uitzending van VVV TV. Verderop in de uitzending leert Niels Reuzelen ons zijn hakkentriek. Praten we met de trainer over zijn carrière als voetballer en blikken we vooruit op de wedstrijd van komend weekend tegen Willem II. Maar eerst een nabeschouwing op de eerste overwinning van het seizoen. De sensationele 1-2 zege bij AZ. Don Lokhoff had voor de wedstrijd tegen AZ zijn elftal en tactiek compleet omgegooid. VVV kwam aan de aftrap met een 4-4-2 formatie en 6 nieuwe spelers ten opzichte van de wedstrijd tegen NAC Breda. Ik heb vandaag voor een andere organisatie gekozen. Toch wat meer tegenhouden, wat meer bij elkaar. Nou, de eerste helft ben je daar voetballend weinig uitgekomen. Omdat dat AZ speelde hoog tempo, kreeg veel corners, veel momenten. Oeh, die wordt helemaal vergemist door de keeper. Ja, en dan voorlangs geschoten. Nog een keer voorlangs geschoten, maar dan is het ook buitenspel. Die had het toch wel ingemogen. Gaat naar Maher, die is zijn tegenstander kwijt. Maher goed leggen, Maher schieten. De basis goed, de aanname ook. Nu de voorzet nog. En die is ook goed, maar er wordt knap verdedigd door Seip. En het schot daarna meest alle richting. Als hij zet de eerste helft, ziet de eerste helft komen wij er eigenlijk helemaal niet uit. En maakt ze gelukkig geen doelpunt. En de tweede helft krijgen we iets meer ruimte. Maar komen we een keertje goed uit. En Bobby mist dan een keer een kans. Dat had misschien wel de 1-0 moeten zijn, in ieder geval voor onze kant dan. Schot van Linssen en dat is het doelpunt! Nee! Bobby Cullen, maar hij krijgt hem er niet in. Linssen, nee, Cullen, dan Linssen. En de voorzet, Maguire, daar is hij! Daar is het doelpunt van VVV! Het was wel een aardige aanval, dus we kwamen er een keertje goed uit. En Rado geeft die bal en ik krijg hem en ik zie hem eigenlijk gewoon op goal. En dan gaat erin. Na de 0-1 van VVV ging AZ alles of niet spelen. En dat leidde in de 87ste minuut tot de 1-1 van invaller John Valkenburg. En dus leek de wedstrijd te gaan eindigen in een gelijkspel. Voorzet en daar is de gelijkmaker! Het is Valkenburg die scoort! Ik wist wel op dat moment. Iedere bal die eruit viel en die kwam bij ons. Ja, dat wij op dat moment ook met inbrengen van Jannik natuurlijk, met veel snelheid en veel ruimte. Dat wij in de omschakeling elke keer gevaarlijk waren. En Rado Saljevic was 1 minuut van tevoren al een keer bij een goede kans. En dan in de laatste seconde een goede assist van Jannik en Rado die scoorde 2. En het was gelijk klaar. En kan Wildschut dan nog wat voor VVV? In het midden is Rado Saljevic vrij. Wildschut ziet het, daar is Rado Saljevic, daar is de winst voor VVV Venlo. Wat is dit een onwaarschijnlijke wedstrijd. Ja, nou, winnen is altijd lekker, ik bedoel, daar kan je nooit aan winnen. Ik bedoel, winnen dat is gewoon extra lekker. En dan de eerste winning en dan AZ uit ook nog, daar geniet je wel van. Dus je probeert wel die gasten bij elkaar te houden, hoe moeilijk dat soms ook is. En toch door te gaan, omdat je weet. Nou, dat je ook in het verleden hebt laten zien dat je het in fase van wedstrijd wel kan. Nou, oké, dit is natuurlijk, dit geeft alleen maar veel vertrouwen. Zou dit dan de omkeer kunnen zijn? Ja, nou ja, dat zou eventueel wel kunnen. Dan moeten we natuurlijk gewoon de volgende wedstrijd weer alles aan doen om te winnen. En het is een hele belangrijke wedstrijd volgende week tegen Willem II. Dus we moeten kijken hoe het gaat. Alexander Radosavljevic moest de vorige 2 wedstrijden vanaf de kant toekijken. Maar stond tegen AZ weer eens in de basis. En hij was direct belangrijk met een assist en de winnende goal. I came here to Venlo to play, you know, to help, and I hope in the future will be like this. How important was this victory for the team? Yeah, very important. Especially now we play at home, you know, and at home we didn't win this year, you know. So we have to start winning also at home and make more points. Na afloop van de wedstrijd spraken we uiteraard ook even met Ruud Boymans. De voormalig VVV'er zat geblesseerd op de tribune en zag zijn teamgenoten dus verliezen van zijn oude club. Ja, VVV heeft zijn uitgespeeld in de tweede helft. En met name op de counter waren ze erg gevaarlijk in de tweede helft. De eerste helft was dik voor AZ, maar de tweede helft denk ik toch wel uiteindelijk voor VVV. Ja,
dan wordt het 1-2. Je hebt van de zijkant toe moeten kijken, waarom deed je niet mee? Ja, klopt. 2 weken geleden tegen NEC een flinke tik had op mijn bovenbeen, waardoor mijn bovenbeen flink gekneusd is. Dus vandaar dat ik niet kon meedoen. Ja. Je speelt sowieso niet veel? Nee, veel te weinig. Ja, klopt. Voorbereiding ging heel goed dit seizoen. Veel gescoord. En ik denk, dit gaat mijn jaar worden. Maar dan kiest de trainer voor Josie. En als hij dan topscorer is van de Eredivisie, dan weet je als tweede spits dat je mond moet houden en gewoon hard moet trainen. Dus dat is een beetje de pech die ik heb momenteel. Hoe bevalt het je hier in Alkmaar? Ja, dat heel goed. Ondanks het weinig spelen? Ja, nee, precies. Het is een hele leuke groep en een mooie stad. En sporters zijn goed, mooi stadion, mooie faciliteiten. Dus dat is allemaal prima, ja. Ken je heimwee naar het Limburgse land? Nee, het begin wel. Maar momenteel voel ik me echt goed hier. En alleen nog wat meer spelen zou het helemaal perfect zijn. Stel je voor, je blijft zo weinig spelen. Is er dan een kansje dat je misschien terugkomt naar VVV? Zeg maar nooit. Mijn ambitie is natuurlijk om elke week te spelen. En als dat bij VVV zou kunnen, ja, dan... zou ik er nog altijd voor openstaan. En daar Boijmans, die bal wordt nog van richting veranderd. En de gelijkmaker is daar. Ik ben Niels Reuselen en dit is mijn hakkentrick. Stap 1, ik krijg de bal ingespeeld en wip hem omhoog. Stap 2, de bal is in de lucht, ik wip hem nog 1 keer omhoog. Stap 3, ik speel hem met mijn hak over mijn lichaam heen. Nu Gio Rijmerink weer helemaal fit is en Jeffrey Altheer op de weg terug, loopt de ziekenboek van VVV langzaamaan leeg. Goed nieuws dus voor trainer Ton Lokhoff, die zelf in 18 seizoenen betaald voetbal maar 1 keer een serieuze blessure had. Dat was toen ik eigenlijk, denk dat ik 1 of 32 was, net terug bij NAC was. En toen ben ik geopereerd aan mijn buikspier. Wat was er met die buikspier dan? Die was 7 centimeter afgescheurd. Alleen op een gegeven moment, ik weet wel, als eind september of zo, ik kon niet meer trainen, iedereen was het zoveel pijn. En ik was ook niet gewend aan blessures, want ik was altijd fit in mijn carrière. Maar toen naar het ziekenhuis en in België ben ik toen geopereerd. En door de voorzitter van het IOC, Jacques Rogge. Is een chirurg en samen met Alex Vivier. Nou, toen zagen ze dat de buikspier 7 centimeter was afgescheurd. Dus ja, dat was wel noodzakelijk dat daar een operatie op volgde. Na die operatie herstellen, hoe ging dat? Nou ja, dat is gewoon. Hun zei rekenen dat je 6-7 maanden. Dus ik ging rekenen, in oktober ben ik geopereerd. Ik denk 6-7 maanden, ja, dan is het einde seizoen. Ja, dat wil ik niet. Dus ik heb vanaf eigenlijk de dag dat ik geopereerd ben, kon ik niks, kon niet lopen. En eigenlijk ben ik toen al gelijk met mijn revalidatie bezig geweest en keihard getraind. Ik lag iedere morgen om 7 uur in het zwembad bij ons in Breda bij de KMA met Ton Carton. Krachttraining aan de apparaten. Ik wilde maar 1 uur snel mogelijk fit zijn en half januari speelde ik weer. Nou, nu als trainer zijnde, dan heb je ook wat spelers die geblesseerd zijn. Praat je daar ook over vanuit je ervaring? Nou ja, niet zozeer vanuit je ervaring, wel vanuit dat je zegt van jongens, het moment dat je geblesseerd raakt, is altijd een domper voor iedereen. Ten eerste voor de speler zelf, maar daarnaast ook voor het team en wat dan ook. Ik zeg alleen 1 ding is belangrijk, dat je het moment dat je geblesseerd bent, de volgende dag, moet je eigenlijk gelijk weer met revalideren bezig zijn. En natuurlijk is dat mentaal niet altijd makkelijk, maar zo probeer ik het wel te benadrukken. Van als je geblesseerd bent, heb je eigenlijk maar 1 doel. En het is om zo snel mogelijk weer fit te zijn, zo snel mogelijk weer bij de groep te zijn en er alles aan te doen. Abdelhaoui, NAC geeft niet op, wordt het toch nog 2-2. Het kan 2-2 worden en het is 2-2 door Lokhoff. Mister MAC.
Vorige week haalde Aro Giel het nummer 4 eruit. En nummer 4 is natuurlijk die spijkerharde verdediger. Is wel voorste man. En daar heeft ook die vraag mee te maken. Laten we even gaan kijken naar de vraag van Aaron aan deze man. Ismo, je hebt nou weer een gat in je hand. Je hebt 3 keer je neus gebroken en je hebt al 2 sneeën in je hoofd. Wat is het volgende wat aan je kapot gaat? Nou, Aaron, ik heb natuurlijk wel de nodige akkefietjes gehad. Met mijn hoofd, met mijn neus, de laatste keer met mijn hand. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik dat er niks voor meer gaat komen. Ik denk dat dit het laatste is. Ik denk dat ik alles heb gehad. Dus ik denk dat ik vanaf nu blessurevrij blijf. Hier blijft er bij geen littekens verder meer voor jou? Ik denk, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het hierbij blijft, ja. Okay. Ik denk dat Aaron nog wat nodig zal krijgen. Van jou? Nee, niet van mij per se, maar ik denk dat hij is natuurlijk nog zo'n jonge god. Zo'n mooie pretty boy met de mooie haartjes. Ik denk dat hij nog wel de nodige dingen gaat krijgen. Ook zo. Nou, dat gaan we zien. Jij mag in ieder geval gaan draaien. Ja, ga ik doen. Ja, wie is het? Ik denk, haal het maar, ik voel hem 25 aankomen. 25? Ja, dat zeg ik goed. 25? Wie is 25? Dan leggen we het balletje neer bij 25. Dat is Jeffrey Altheer. Denk maar even na over een vraag. Ja, nummer 25, Jeffrey Altheer. Nou, je hebt natuurlijk nog geen minuut gespeeld bij ons. Eigenlijk hebben we je ook heel weinig zien op de trainingen. Eigenlijk zien we je gewoon eigenlijk helemaal nooit. Dus mijn vraag is aan jou, om toch een beetje kennis te maken. En we horen je ook niet zoveel, je bent er bijna nooit. Vertel eens een mop. Ja, volgende week de mop van Jeffrey Altheer. De supporters langs de kant hadden vandaag in ieder geval genoeg te bespreken. Allereerst was daar de aanwezigheid van deze man, die van een afstandje aandachtig de training volgde. Volgens de mannen een spion van Willem II. Maar veel wijzer zal die spion dan niet zijn geworden. Want Lokhoff hield het vandaag bij een afwerkoefening voor de aanvallers en een partijspelletje voor de rest. Een ander populair gespreksonderwerp onder de supporters is de afwezigheid van Marcel Meeuwis. De middenvelder meldde zich vorige week in aanloop naar AZ ziek nadat hij een boete had gekregen en niet bij de wedstrijdselectie zou zitten. In diverse media werd al geschreven dat hij misschien wel eens zijn laatste wedstrijd voor VVV gespeeld zou kunnen hebben. Tijd om eens aan Lokhoff te gaan vragen hoe het nou eigenlijk zit. Ik heb vorige week dinsdag tegen hem gezegd dat ik hem niet meer bij de wedstrijdselectie neem op gronden die ik als trainer kan nemen, op technisch-tactische gronden. En dat heb ik gezegd, heeft hij verder gewoon meegetraind. Ziek gemeld en klaar, dat is het. En verder heb ik daar niks over te zeggen en heb ik op dit moment andere prioriteiten. Wordt ongetwijfeld vervolgd, maar er moet natuurlijk ook gewoon gevoetbald worden. Zaterdag tegen directe concurrent Willem II, dat net als VVV 6 punten heeft, maar op doelsaldo 1 plaatsje hoger staat. Een belangrijke wedstrijd dus, maar vertrouwen is er in Venlo. Zeker na de overwinning op AZ. Het is een enorme opluchting dat we eigenlijk die overwinning hebben, eerst van het seizoen. En ja, niet tegen de minste tegenstander, tegen AZ. Dus dat geeft gewoon veel vertrouwen in de komende wedstrijden dat we het gewoon toch kunnen, zo blijkt. Dan heb je gewonnen van AZ, maar komend weekend moet er ook gewonnen worden. Ja, die wedstrijd van afgelopen weekend die telt niet meer. Nou staat Willem II voor de deur. Dus ja, één hele belangrijke wedstrijd van het seizoen, want het is een directe concurrent. Dus ja, die moet je gewoon winnen als je erin wil blijven. Vorig seizoen speelde Joppe met Helmond Sport ook al 2 keer tegen de Tilburgers. En met name de thuiswedstrijd was er eentje om niet te vergeten. Ja, die hadden we 7-0 verloren. Dat weet ik nog wel. Ja. En 2 rode kaarten, dus daar hadden we geen goede herinneringen aan. Maar uit bij Willem II hebben we toen 3-3 gespeeld en toen hadden we eigenlijk moeten winnen. Dus ja, nou wil ik wel een keer winnen daar. Nou, voor jou persoonlijk iets om recht te zetten? Ja, natuurlijk wil ik er graag van winnen. Ook ken ik een paar spelers en de trainer ken ik dan goed. Maar ja, ik zou er wel graag van willen winnen, ja. Of de spion vandaag veel wijzer is geworden is de vraag. Maar hij zal in ieder geval hebben genoteerd dat Jannik Wildschut zijn vizier weer op scherp is staan. Zaterdag om 19:15 VVV Venlo tegen Willem II. Voor deze wedstrijd zijn nog altijd kaarten verkrijgbaar. Kijk op vvv-venlo.nl voor de verkooppunten. VVV TV is er volgende week weer. Bedankt voor het kijken en graag tot dan.